Hallo en welkom bij de Kamer van Brabant. Vandaag aan tafel de winnaar van de Woutertje Pietersenprijs. Een energiebewust GroenLinks statenlid, de opperdoodgraver van Nederland en Brabants meest veelzijdige zangeres. Verder onze vaste rubrieken Alles klaar, Herr Commissar, het Python-interview en in onze bedrijvenrubriek stapt Campy vandaag in een raceauto. Maar we beginnen met een vraag uit de befaamde lijst van Marcel Proest. Ted van Lieshout, je hebt net een heel openhartig boek geschreven. Wat hoop je dat mensen nooit over je te weten komen? Iets wat ik zelf niet weet. Dat lijkt me zo erg dat mensen iets te weten komen over mij en ik weet, heb het zelf nog niet in de gaten. Ik denk dat ik dat het ergste zou vinden. Oké. Edzo Doeve, mijn voorstelling van de ergste misère is... Waar ik wakker van kan liggen en echt een nachtmerrie van kan krijgen, dat is dat ik mijn eindexamen middelbare school nog een keer moet doen. Heel goed. Theo Bouwman, mijn belangrijkste tekortkoming is... Ja, dat ik te lang ben en te lang bezig ben met overal kritiek op te hebben. Heel goed. Anneke van Giersbergen, begenadigd zangeres, maar het talent wat ik werkelijk zou willen hebben... Misschien zou ik wel gewoon dingen willen kunnen onthouden. Ik weet nooit iets zo, oh, weet je ook alweer, weet je wel, zo ergens. Ja. Heb ik altijd. Oh, heel goed. Je hebt ook de tekst op je gitaar staan. Heb ik altijd. Oh. Ja. Ze is een van de allerbeste zangeressen van Nederland. Jarenlang frontvrouw van metalband The Gathering. En daarna succesvol met haar eigen Aqua Danique. Maar haar nieuwe cd Everything is Changing draagt gewoon haar eigen naam. Anneke van Giersbergen. Ja, Anneke, de meeste mensen kennen jou als de frontvrouw van The Gathering. Daar hebben we trouwens een stukje van. Laten we dat eerst even bekijken. Pop, succesvol over de hele wereld. Waar ben je in godsnaam weggegaan? Op een bepaald moment dacht ik, ik wil eens wat anders. Maar dat klinkt misschien gek, maar ik voelde... Wat wilde je dan? Nou, ik dacht, ik wilde eigenlijk zo eens mijn eigen plaat maken en uitbrengen en mijn eigen boontjes doppen, eigen beslissingen maken. Of wilde je ook alle krediet zelf hebben? Nee, dat maakt me geen reet uit. Nee, dat is echt niet. Dat is echt niet waar ik dingen voor doe. Maar echt mijn creatieve vrijheid. En een keer dingen alles eens in de lucht gooien. Ja. En dan kijken waar het weer eens neerkomt. Want ik had toch 13 jaar in The Gathering zeten. En ik had net een nieuw gezinnetje. Ik heb een zoon van nu 7 jaar. Ja. En gewoon dat, gewoon nieuwe dingen. Want echt de dag dat ik daar wegging, begon iedereen te bellen van... Ah, wil je niet eens met ons een liedje? Of wil je niet eens met ons een optreden of een project? En ik heb eigenlijk zo'n 90% van al die aanvragen heb ik ook gedaan. Hm. Omdat ik zo, dat is leuk. Die ken ik al lang. Oh, dan kan ik daar eens mee werken. Ken jij Anneke al, Ted? Nee, maar ze klinkt prachtig. Ja? Dus ik kan me best voorstellen dat ze meteen allerlei telefoontjes kreeg. Voor kom eens bij ons. Ik vind het ook heel goed dat je dat gedaan hebt. Ik kan me ook voorstellen dat je dacht, nou, wil me nou even op mezelf terugtrekken en juist niks. Okay. Integendeel, Anneke, je hebt namelijk weer een nieuwe cd uit. Mm-hmm. Hoe loopt die? Die gaat goed. Ja? Ja. De recensies zijn ook ronkend. Ja. Ja, ja, hoe komt dat? Ik ben heel blij. Vertel eens. Nou, eigenlijk omdat hij gewoon goed is. Moet ik eerlijk... toen ik hem aan het schrijven was, toen dacht ik... Ja, maar dit wordt hem gewoon. En als ik heel enthousiast ben over iets wat ik maak, dan komt het vast ook over op de plaat. Dan komt het vast ook over op mensen die hem te horen krijgen. Ja. We hebben een clipje van jouw nieuwe single. En ook allemaal weer wat steviger. Ja. Klopt dat? Ja. Ja, daar had ik ook wel zin in. Want ook mijn laatste studioplaat is een beetje een droge popplaat. Ja. Dat is precies wat ik toen ook wilde maken. Maar meteen daarna dacht ik, ja, de volgende. Maar denk nu ook alweer, oh, de volgende, weet je wel. Ja. En daarmee ga je ook toeren. Ja. Zoals je net al zelf zei, je hebt een zoontje van 7. Gaat die mee?
Ja, die gaat in mei gaan we een Europese tour doen door Europa. Ja. En die duurt 3 weken. Maar dat is een wereld van seks, drugs en rock'n'roll? Ja, nee, ja. Of nee. Was dat? Maar dat is al lang niet meer. Ja, nee, dat is al lang. Ik heb nooit echt seks, drugs en rock'n'roll gedaan, omdat ik altijd gewoon goed bij stem wil zijn. Ja. Dus, maar je bent heel braaf. Ja, ik ben vrij braaf. Ja. Ik wil gewoon goed zingen en zo. En dan ga ik gewoon op tijd slapen. Ja, het is heel erg. Ja, ja. Het loopt wel eens uit de hand, maar niet elke. Ik ken bands, jongen, die weet je wel, elke avond. En dan slecht zingen, weet je wel. Dat wil ik gewoon niet. Wat is jouw grootste uitspatting? Op tour, weet ik wat. Vertel eens, hoe erg kun je zijn? Ja, ik ben wel eens wakker geworden met mijn hoofd op de toiletpot in mijn hotelkamer. Je liefje houdt zijn oren dicht. Ja, nee, hoor, die weet alles. Die weet alles. Oh. Ja hoor, nee hoor. Nee, in Chili heb ik wel eens heel diep in het pisco glaasje gekregen. Dat is daar de plaatselijke drank. En dat was zo lekker. Dus dat was zo'n kater dat ik echt ben gaan hallucineren ook. Dacht ik op vliegveld ook dat ik oude klasgenoten zag in Chili. Ah. Weet je wel? Dus, ja, dat was. En dan denk je, ik drink nooit meer. Ja, heel goed. Maar, hey, en in tegenstelling tot een heleboel collega's woon je nog in Brabant. Ja. Is dat een bewuste keuze? Weer eigenlijk. Oh, weer? Ja, ik heb heel lang in Nijmegen gewoond. Oeh. Ja. Ver weg van de Brabantse kant. Brabantse poort, hè? Brabantse poort. Ja, ja. Dus een bewuste keuze, Brabant. Ja, dat wel, ja. Ja, nou, heel goed. Dan willen we natuurlijk ook nog graag een liedje van je horen. Ja. Wil jij die voor ons performen, spelen? Wil ik. Nou, heel graag. Would I lay my hand beside you? If I wouldn't feel the way that I 4 years and a day, I wondered what you'd say if I saw you again. Zo, iets voor op begrafenis ook? Ja. Ja? Zeker. Waar moet het aan voldoen? De muziek. Ja? Die hoeft alleen maar één ding te voldoen. En dat is dat de nabestaanden het mooi vinden. Kijk, gaan we het zo meteen nog over hebben. Het leven is een achtbaan vol hoogte en dieptepunten. In de Kamer van Brabant nodigt onze onstuitbare Isabel wekelijks een bekende Brabander uit voor een rondje in de geheel vernieuwde Python. En vandaag stelt zanger en allround mafkees Huub Hangop. Oh. Eigenlijk eerlijk gezegd wel, ja. Omdat ik dit soort dingen nooit voor mijn lol. Er zit altijd een angst in dat er toch iets misgaat. Omdat zoals ik het altijd doe, als ik met familie op de Efteling ben of met vriend, doe ik het ook voor de gezelligheid gewoon. Ja, ik vind het ook wel. Ja, voor de gezelligheid. Maar waar die mes als vragen mag? Nou, dat is mijn logo, mijn kenmerk. Dat is de Huper. Normaal staat er een haak op waarmee je hem kan ophangen. En nu de thee vanwege mijn nieuwe single. Doe maar een kopje thee. Je zit hier in een heel mooi kleurig clownspak eigenlijk. Ja, ja, oké. Okay, ja. Dat is clown, ja. Wat vind je er nou van om eigenlijk de clown uit te hangen? Dat vind ik leuk. Ik heb er ook een tijdje aversie tegen gehad. Ja. Maar uiteindelijk kwam ik erachter van ja, dit is dus blijkbaar toch wat in mij zit. En zo ben ik dus gewoon. Maar je bent ook advocaat. Geweest. Ik ben 5 jaar geweest, met veel plezier gedaan. Maar dat was toch niet mijn ding wat dicht in mijn hart zat. Maar je hebt een drang naar aandacht. Waar komt dat vandaan? Ja. Dat komt door mijn verlegenheid van vroeger. Ben je ook gepest? Ja, eigenlijk wel. Op de lagere school stond ik altijd in een hoekje of tegen de muren aan. Hè. Altijd verlegen jongetje. En daar ga je op iets op verzinnen om dat te overwinnen. En dat is gekomen door mij te profileren voor de klas en op school rare dingen doen. Wat is op te vallen.
hoogtepunt was onder andere op school dat ik meedeed met de leerlingenvertegenwoordiging, dat ik op het dak stond van de school, dat iedereen naar me luisterde. Het was de eerste keer dat ik een adrenaline kick kreeg. En mijn eerste single, wij hebben thuis een wasautomaat, 1982, werd op de radio gedraaid. Werd mijn moeder, die maakte me wakker. Maar we gaan nu naar beneden. Wow. Ja, oké. Okay. Oh, mijn muts. Ik heb spijt van dat ik ooit met deze muts ben begonnen, want het is alleen maar lastig. En mijn bril valt af. Ik zie dan niks meer. Ik zie niks meer. Wacht. Mijn grootste voorbeeld. Nou, André van Duin, John Cleese, Whitney Houston, Kemal van het Goede Woud. En dat ik dit nog heel lang mag blijven doen. En dat ik nog wel wat meer optreed. Of iets meer optreed. En nog een grote hit, hè? En de grootste angst? Dat ik... Ja, maar ik heb geen angst. Want ik heb gewoon altijd zelfvertrouwen. Ik zie het, ik heb gewoon... Ik sta positief in het leven. Ik heb geen angst. Serieus, hoor. Doe wat je leuk vindt. Dat doe ik nu dus. Daarom ben ik ook gestopt met advocatuur. Heb jij je papieren zelf bij? Helaas, maar we zijn klaar. Dus ik zou zeggen, Huub, heel veel succes met je carrière. Ja, dankjewel, Isabel. Nou, even mijn bril zoeken. Draagt elkanders lasten was in 1937 het devies bij de oprichting van uitvaartcoöperatie Dela in Eindhoven. Afgelopen dagen vierden de huidige 3,5 miljoen leden het 75-jarig bestaan. Dragen zij nog steeds elkaars lasten? Dat vragen we aan de huidige directeur Edso Doeven. 75 jaar alweer. Wat hebben jullie gedaan om dat te vieren? We hebben dat met genodigden gedaan hier in Eindhoven, muziekgebouw. En met al onze medewerkers in Nederland. En over een paar weken doen we het ook nog een keer in België met de Belgische collega's. Het groot feest, taart. Ja, en, heel bijzonder. We hebben een musical geschreven over de geschiedenis van Dela. En die hebben opgevoerd. Medewerkers van Dela. Zo'n 70 man in totaal heeft gezongen en gedanst. Ja. Rondom het verhaal van Dela. Oké. Okay. De Dela is een coöperatie. Ja. Wat houdt dat in? Dat betekent dat degenen die die polos kopen, zijn eigenaar van de organisatie. Dus als jij een polis koopt, dan ben je mede-eigenaar van Dela. En is dat nog wel van deze tijd? Nou, wij denken elke dag juist weer steeds meer. In 1937 is het echt begonnen omdat ze in opstand kwamen tegen sociale misstand. Ja? In Eindhoven kon je een uitvaart bij één club krijgen en die was heel duur. En die club die was eigendom van de lokale parochies. Okay. Dus die katholieke arbeiders in Eindhoven zijn toen in opstand gekomen tegen eigen geestelijke leiders. En die hebben Dela opgericht uit een passie, bevlogenheid en idealisme. En dat zit nog steeds een beetje bij ons in de genen. En het is nog steeds zo, is dat laatste woord zit bij ons bij de leden. En dat werkt nog steeds. Een beetje tegendraad. Ja, wij denken wel, ja. Ik ben ook ooit eens eigenaar geweest van jouw club. En mijn vader is overleden. En toen heb ik, wat was het? Omdat het naar de kerk 200, 300 meter lopen was, hoefden we geen volgauto's. Maar die hebben we wel betaald. En het is altijd, je moet altijd meer betalen dan wat je besteld hebt bij jullie. Hoe kan dat? Nou ja, gelukkig, altijd is niet waar. Hè? Vaak? Nee, het is vaak, maar het ligt erg aan. Wat doorgaans altijd onderschat wordt door degene die de uitvaartverzekering sluit, is dat die kinderen eigenlijk veel meer voor die uitvaart over hebben dan de ouders gedacht hadden. Ja, maar zo kun je het ook zeggen. Maar 40 kaartjes, dat weet je van tevoren eigenlijk, dat te weinig is, toch? Er zullen ongetwijfeld mensen zijn voor wie dat genoeg is. En dat is heel droevig. Maar als dat in het basispakket hoort... Het zijn er veel meer gelukkig vandaag de dag. Ja. Maar goed, in deze... Weet je, hey, geef ze antwoord. Nee, maar gemiddeld genomen zijn onze klanten erg blij met onze dienstverlening. Maar nee, dat is echt zo. Nee, is echt zo. Is echt geloof zo. Ik. In Eindhoven is bijna 1 op de 2 Eindhovenaren is bij Eindhoven bij Dela aangesloten en die hebben het ook over hun Dela, den Dela. Hè? Luisteren en geloof me, wij kunnen elke dag beter doen. Hè? En het is ontzettend jammer dat we jou in deze niet geheel van dienst hebben kunnen zijn. Hè? Nee. Maar gemiddeld genomen, weet je, vroeger was het zo, een uitvaart was helder, weet je, het was heel eenvoudig. Ja. Als het ging om het ritueel, was het een liedje over aan de priester, maar dat is voorbij. Dus vandaag de dag zijn de wensen ook ontzettend divers. En ja, dat is heel erg mooi, dat is prachtig. Er kan een heleboel, hè, tegenwoordig. Ja, heel veel. Kun je bij jullie laten invriezen? Nee, dat kan nog niet. Kun je laten mumificeren? Ja, ik denk dat dat wel kan, ja. Ja? Ja. Ja? We hebben een fragmentje van een filmpje uit Zuid-Amerika. Daar doen ze iets heel bijzonders. Laten we even kijken. Okay. Dit is een patholoog-anatoom.
En die kan mensen in gewenste posities opbaren. Dus deze meneer wilde op zijn motor zitten. Deze meneer was een fan van Che Guevara. Is dit mogelijk? Als ik, stel, ik wil mij hier aan tafel laten opbaren. Dat kan? Ja, ik denk dat kan. Ik denk echt dat kan. Ik denk dat ook geen wettelijk bezwaar tegen is. Dat denk nee? Ik, ja. Ja. Maar gebeurt het? Nee, ik ken geen geval dat gebeurd is. Dus jij zou de eerste zijn. Okay. Hoe lang zou die mogen blijven liggen? Nee, je moet wel binnen zes dagen moet het wel geregeld zijn. Dan moet je onder de grond of gecremeerd of iets dergelijks. Ja. Crematie neemt de overhand tegenwoordig of niet? Ja. Want ik hoorde allemaal Keith Richards. Die heeft de as van zijn vader opgesnoven. Je kunt een tattoo laten zetten met de as van je overledene. Mm-hmm. Wat zou jij willen, Anneke? Ja, te gek hè, om te zien. Ik zit tegen mijn open mond te kijken. Maar ik zou het ook wel een beetje anders aanpakken dan maar ik heb toevallig laatst een beetje over zitten nadenken. Maar ik zou eigenlijk een beetje een feestje willen geven, weet je wel. Omdat je ook in andere culturen ook het leven gevierd wordt in plaats van de dood gerouwd. En dat vind ik heel mooi. Dus ik zou heel graag veel kleur, veel bloemen, veel muziek, veel een beetje gezellig borreltjes. Ja. Wat staat er in de top 5? Qua uitvaartmuziek? Volgens mij staat Bocelli nog steeds bovenaan. The Time to Say Goodbye. Volgens mij staat hij bovenaan. Origineel. Ja, dat is niet erg origineel. Heel veel mensen hebben gewoon om heel verschillende redenen ongeveer dezelfde wensen. Wat je niet moet vergeten is dat het gaat niet om jouw wensen, maar gaat om wat die nabestaanden willen. Ik had een hele goede vriend, die had alle ideeën hoe zijn uitvaart moest zien. Ik zei, vraag dan aan je vrouw. En 2 weken later zei hij tegen mij van, laat maar. Want die had hele andere ideeën over muziek die bij hem paste. Dus die muziek die hij wil, die draait hij als zij eerder komt te overlijden. Ah, oké. Okay. Ja, zo wisselen ze. Ja, het gaat natuurlijk om de nabestaanden. Die nabestaanden, die moet gewoon die herinnering proberen vasthouden. Ik neem aan dat je een heleboel dingen hebt meegemaakt. Of wat kun je nog herinneren? Als iets heel bijzonders wat gebeurd is bij klanten. De beste anekdote is dat een van onze mensen, die moest een keertje zorgen dat de ring van pa keurig bewaard zou blijven. Op het allerlaatste moment bleek, verdorie, ik ben het vergeten. En de rouwauto stond buiten en toen zei verdorie, we moeten nog die ring eraf halen. En iemand haalt die ring eraf, geeft die ring door. En de deur valt dicht en die vent zit nog in de rouwauto met die kist. Ja, en wat moet hij nu? He? Dus ja, hij ligt daar. En op een gegeven moment denk ik, ja, ik kan hier wel uren blijven liggen, maar hij is natuurlijk niet goed. Dus hij trekt op een gegeven moment toch die gordijntjes open. En dan zien op omstanders op een gegeven moment zo'n man. He? Nou goed, dit is een mooie anekdote, want familie heeft er geweldig om kunnen lachen. He? Maar het was op dat moment natuurlijk voor de betrokkenen uitermate pijnlijk. Ja. En nou zijn jullie ook nog het grote publiek aan het opzoeken, want op RTL hebben jullie een programma Het Familieportret. Ja. Wat is de gedachte daarachter? Coöperatie commercieel denken? Nou weet je, wij als coöperatie, we hebben wel de filosofie van vele kleintjes maken samen sterk. Ja? Ah. Dus daar zit wel een beetje een zendingsdrang in. Wij vinden het altijd leuk. Zendingsdrang om, of geld verdienen? Nou ja, dat geld verdienen komt altijd weer bij de leden terug. Hè? Dus we hebben ook geen winstoogmerk. Staat bij onze statuten. Hebben we niet. Het gaat erom is dat, dat klopt ook, hoe groter we zijn, hoe beter prestatie we kunnen leveren. Ja, sorry dat ik dan even commercieel ben. Nee, in de consumentengeldgids stond in januari. Er is maar één club in Nederland met een geweldig rendement als het gaat om uitvaarverzekeringen. Je kunt er niet tegen opsparen. Oh, dat is delen. Veel te ronken dit. Ja, sorry hoor. Zometeen alles over duurzame energie en over de boeken van Ted Verlieshout. Maar eerst rapper Campy, die weer een Brabants bedrijf bezoekt. En vandaag stapt hij in een sportwagen van Seker. What up? Het is de boy Kempenveen. Vandaag zijn we in Etten-Leur. Ik ben de bedrijvendokter. Vandaag zijn we hier bij Seker. Hier zijn ze alleen maar sportcars aan het maken. Oh shit. Wauw. Dit is ook nice. Gruwelijk. Kijk wat ze hier aan het doen zijn. Oh. Dit staat mij wel. Dit staat mij wel. Like crazy. Dag meneer, sorry. Hi. Stork? Nee, meneer Herbert, welkom. Campy, ik vroeg me af, wat doen jullie hier allemaal? Wij bouwen raceauto's. Dus vanaf de grond af aan bouwen we ze hier helemaal op. Ik voel me vereerd en ik zou graag willen weten hoe dat in zijn werking gaat. Waar begint zoiets? En wie weet kunnen we een Campy-auto maken of zo? Ik ga het je laten zien. Keihard, let's do this. Er staat er hier eentje klaar om afgeleverd te worden. En dit is Brabants product. Mag dat? Natuurlijk. Ja,
Kun je dat in slow motion alsjeblieft laten zien? Gewoon slow motion. Oh my god. Oh, sorry, ja, sorry. Ik ben blij dat je enthousiast bent. Ja, ja, zeker. Ik vind het ook heel gaaf. Ja, gruwelijk, gruwelijk. Ja, ja. Ik ga erin zitten, vind je dat goed? Absoluut. Kunnen we daar muziek bij monteren? Oh, oh, Campy, you be killing him. Ze zeggen dat je moet durven dromen, weet je? Oh my god. What the... Oh my god. Nee, nee, nee. Oh. Oh. Nee, wat is het? Oh shit. Huh? Gruwelijk, ik zeg je eerlijk, ik was wel een beetje bang. Al doe je niks, je laat alleen die koppeling los, je voelt af van oké, deze ding is een probleem als je te veel gekke dingen mee doet, je weet toch. Ga niet loslaten in je camp, want je vliegt door deze toko heen. En dan komt gewoon een Bram, njek. Snap jij dat? Huh? Heb je dat niet gehoord? Hier staan we bij zijn motor, deze is bijna af. De motor wordt echt vanaf elk onderdeeltje, vanaf het hart van de motor, vanaf de krukas wordt het ding opgebouwd. Helemaal volgens onze zeker specificaties. Ja, hoeveel paardenkracht is dit? 275 pk. Het leuke is dat die auto die weegt nog geen 800 kilo. Dus je hebt gigantisch veel paardenkracht voor het totaalgewicht van die auto. En dat maakt hem ook zo snel op het circuit. En hoe lang duurt het voor een auto te maken? Wij bouwen op dit moment zo'n beetje 20, 25 auto's per jaar. Er gaan veel auto's naar Engeland, naar Amerika, naar Duitsland. Dat zijn voor ons belangrijke markten. Oké, okay, top. Dus ja. Wij Brabanders doen het heel goed op sportauto's. We mogen trots op zijn. Ja. Dit is mijn bolide. We moeten gaan bedenken hoe we daar een zeker van kunnen bouwen. Een zeker. Gaan we doen. Ja? Ja, komt goed. Moeten we even op andere wieltjes zetten. Ik ga helemaal stuk. Die spoiler. Zo zeker. Dit is die shit gewoon. Dank u wel. Dames en heren, boeren en boerinnen, ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik ben Campy Veen. Vandaag waren we hier bij de Sportscar Zekers. En ik heb zeker genoten. Mijn bolide is gepimpt en ik hoop snel terug te komen voor mijn eigen car. Je weet wat het is, man. Young Camper. Brrr, birdlife, yeah. Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2020 20% van onze energie duurzaam op te wekken. Maar volgens onze volgende gast, een provinciaal statenlid van GroenLinks, gaat de provincie Brabant die doelstelling in ieder geval niet halen. En daar schreef hij afgelopen week een kritisch opiniestuk over in Eindhoven's Dagblad. Bij ons aan tafel, Theo Bouwman. Meneer Bouwman, de provincie legt volgens u te weinig nadruk op de energiebesparing en duurzaamheid. Maar ik dacht juist dat ze in Brabant zo ontzettend innovatief en vooruitstrevend waren. Hoe zit het nou? Ja, ja, hoe zit het nou? Heel simpel. Er is een besluit genomen over een energieagenda, wat er allemaal moest gebeuren aan opwekken van energie, zon, wind enzovoort. Ja? Er is een geld tegenaan gegooid. Essent geld. En iedereen weet dat Essent in Brabant vroeger van ons was. Hè. Ik zal niet zeggen helemaal vergelijken met de Dela. Ja. Kortom, 60 uiteindelijk miljoen van de zoveel miljard is besteed aan en wordt besteed aan het stimuleren van energie. En met name op drie gebieden. Zonne-energie, elektrisch rijden, dus besparen. Ja. En aan het stoken van biomassa voor van alles en nog wat. Maar dat klinkt toch heel erg verstandig en slim en wijs en goed? Ja. Nou is dit aangehangen aan wat ze noemen de technologieagenda. De doelstellingen die we willen bereiken, namelijk energie duurzaam opwekken, respectievelijk besparen, die worden daar niet direct mee gehaald. Dat gaat heel lang duren, want waar besteden ze nou het geld aan? Aan het vormen van een groot cluster wat bijvoorbeeld zonneceltechnologie en zonnefolietechnologie moet gaan ontwikkelen. Dus de provincie wil volgens u eigenlijk het slimste jongetje van de klas zijn, koploper zijn en alleen aan economisch gewin denken? Ze sluiten meer aan bij de technologieagenda van Brabant. Ja? En te zijner tijd kan dat bijvoorbeeld goedkope zonnecellen uit China opleveren. Dat is een langetermijnvisie. Dat is toch heel slim? Heel goed. Ben ik het ook helemaal mee eens. Maar op de korte termijn, en de korte termijn is dan al snel 2020 of 30, hebben we daar bijna geen baat bij. Dat levert bijna geen bijdrage aan het bereiken van die doelstellingen. En wat ik graag wil, dat is dat we terugkeren naar wat we beogen te bereiken. We mogen voor mij best geld stoppen in technologieontwikkeling, maar het moet ook een bijdrage leveren, heel concreet, aan die doelstelling. Okay. En dat halen we nou niet. Die drie speerpunten, hè? Zonne-energie, elektrisch rijden, energieopwekking middels biomassa. Ja. Nou.
Even over zonnecellen. Als je op dit moment, als je een paar jaar geleden, als je 6 panelen op je dak wilde leggen, dan was je gewoon bijna 16.000 euro kwijt. Ja. Nou, daar begin je niet aan als je niet denkt van ik ga het principe dat ze ongeveer doen, terugverdientijd heel lang. Dat is op dit moment veel korter. Ik heb toch altijd nog steeds de illusie dat zonnecellen heel erg duur zijn. Ik zou best een windmolentje op mijn dak willen hebben of wat dan ook. Maar het is gewoon te duur, het is te kostbaar. 4.000 euro voor 6 zonnepanelen. Hm. Nou, dat is in een hele korte tijd is die prijs zo omlaag gegaan dat dat werkt. Maar daar is eigenlijk onze technologie niet eens voor nodig. Als die zonnecelfolie er nog eens een keer overheen gaat, dat kun je tegenwoordig bij wijze van spreken bijna plakken, ja, gaat het nog eens een keer met 25% omhoog. Ah ja. Maar toch, de provincie doet wel het een en het ander. In Heusden hebben ze een project, je hebt de Brabantse woning, 150.000 woningen moeten er in totaal, geloof ik, hoe noem je dat, energie... Niet alleen besparend, maar energie-neutraal worden. Hè? Ja, dus die wekken zowel op als besparen. Je moet toch ergens beginnen, ook als provincie? Dat is heel goed. Maar de provincie die heeft een beleid gehad in de afgelopen jaren van proeftuin naar proeftuin, studie, enzovoort, enzovoort. Waar het om gaat is dat we onszelf gewoon weer een keer terugverplichten. En als statenlid heb ik dat nou eenmaal te doen. Ja. Ik moet een beetje controleren wat er gebeurt. En wat ik graag wil, dat is als we doelstellingen afspreken, dat we ze ook halen. En maar we wie, halen bij wie begint het? Begint het bij de provincie of begint het bij gemeente, begint het bij ons, de burgers? Wat moeten we doen? Nou, ik denk dat er de laatste tijd gewoon een soort omslag aan het ontstaan is, waarbij mensen zeggen van overheden, laat ook maar zitten ook. We gaan het gewoon zelf doen. Ja. En die stoppen er geld in. Er zijn er mensen, met een paar duizend euro kan je voor jaren je eigen energie terugverdienen. Ik heb 2000 euro zitten in Meewind. Dat is dat draait op Belgische wind. En daarmee verdien je je totale energie. Wat zijn nou? Draait op Belgische wind? Ja, Belwind heet dat. Oh, Bel. En daar zitten overigens wel Belgische, Een klein beetje Belgische subsidie in. En daarom is het rendement daar ook nog vrij hoog. Dat was een hele bijzondere wind geweest. Voor sommigen heel interessant. Maar goed, daar kunnen we het nou niet over hebben. Wat doe jij, Anneke, aan energiebesparing? Nou, niet alle lampen aan, gewoon the usual. Gewoon, maar wel heel bewust. Dus een heel bewust lampje uit, niet te lang douchen, gewoon al dat soort dingen. Gewoon, Ted, wat doe jij? Energiebesparing. Een HR-ketel natuurlijk, dubbele beglazing, geen auto, geen kind, niet altijd uit de vakantie. Geen kind. Het schijnt dat een kind het meest energieverslindende is wat je kunt hebben. Dus, is dat zo, meneer Bouwman? Is dat zo? Nou ja. Ga je het over eigen energie of energie zelf? Ja, dat wel. Wat een kind aan energie kost. Als je dat kind niet hebt, bespaar je een hoop. Of dat nou voor iedereen raadzaam is, weet ik nou ook weer niet. Maar mij is het wel tot nu toe gelukt. Hey, alles even op een hoop gooiend. Wat moet de provincie nu gaan doen volgens u? Nou, wat de provincie zou moeten doen, dat is die doelstellingen gewoon serieus nemen. En gewoon stuk voor stuk bij zonne-energie, biomassa, wind, duurzame warmtegebruik, geothermie, dat is zeg maar allemaal opwekking en besparing, gebouwde omgeving enzovoort enzovoort. Gewoon nog eens een keer feitelijk nagaan wat er nou aan de hand is en wat we kunnen verbeteren. Nou, bij de volgende tranche zullen we u nog een keertje uitnodigen om te kijken hoe de provincie het doet. Dank u wel. Dankjewel. Ook vandaag weer een bijdrage van onze vaste columnist, commissaris van de Koningin, Wim van der Donk himself. Deze week was hij op werkbezoek in Oudenbosch. Vandaag ben ik in Oudenbosch, in de gemeente Holderberg in West-Brabant. Een van de mooiste plekken in Brabant, omdat hier die prachtige replica van de Sint-Pieter in Rome staat. Al 100 jaar lang basiliek dit jaar. Er staat hier veel meer dan deze basiliek. Een prachtig ensemble van religieus erfgoed. Iets waar we heel zuinig op moeten zijn en wat om een herbestemming vraagt deze dagen. Daar zijn we als provincie graag bij betrokken. Hoe komt het nu dat die kerk hier in Oudenbosch is gebouwd? Daarvoor moeten we teruggaan in de tijd. Zo rond 1830 studeerde er een jongeman voor priester in Rome. En de kerken van Rome die maakten op hem een geweldige indruk. En hij kreeg toen het idee van, als ik ooit bouwpastoor word en ik moet een nieuwe kerk bouwen, dan bouw ik er een gelijkend op de Sint-Pieter in Rome. In deze kerk zijn 1250 zitplaatsen. En een van de meest beroemde trouwerijen heeft hier plaatsgevonden. Ja, ja, van Frans Bauer. Frans Bauer, hè? Ja. Nou, dit is het altaar onder de koepel. In Rome is dat het pausaltaar. In Rome mag dat alleen gebruikt worden door de paus. En ook dat is heel
nauwgezet nagemaakt. Heeft Rome eigenlijk ooit iets gezegd over het feit dat die basiliek werd? Is natuurlijk een belangrijke erkenning. Is al een erkenning, maar zelfs in de bouwtijd is de paus, Pius de IX was dat, die is geconfronteerd met het bouwplan. Ja. En die heeft er, zoals ze dat dan zeggen, zijn zegen over uitgesproken. Ja, dat is natuurlijk en, heel bijzonder. Ja. Zo'n jongen komt studeren, ja. Wordt en hier pastoor en zegt, ik ga hem nabouwen. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het hoofdkantoor zegt, wat gaan we nou doen? Ja. Ik zei al hoe belangrijk het is dat we dit soort erfgoed in Brabant behouden. Niet alleen voor Brabant, ik denk voor heel Nederland. U ziet achter mij dat er al hard gewerkt wordt om het voor een deel hecht te bestemmen. Dat zal de nodige energie gaan vergen, maar het is verschrikkelijk de moeite waard. Deze week won hij met de dichtbundel Driedelig Paard de Woutertje Pieterse prijs voor het beste jeugdboek. Een maand geleden kwam zijn eerste roman voor volwassenen uit. Het geruchtmakende Mijn Meneer over de verhouding van een 11-jarig jongetje met een pedofiel. Hier is Ted van Lieshout. Ja. Nou, Ted, gefeliciteerd. Dankjewel. Driedelig Paard. En er staat winnaar Woutertje Pieterse prijs 2012. Waarom heb je die prijs gewonnen? Omdat de jury vond dat dit het beste boek was voor de jeugd. En ze kijken dan niet alleen naar de tekst, maar ook naar de vormgeving, naar de manier waarop het eruit ziet. En dat vonden ze in het geval van mijn boek zo geslaagd dat ze dachten, nou, dat boek moet de 25e Woutertje Pieterse prijs krijgen. Wil jij een gedicht lezen uit het boek? Ze zien eruit als een verhaaltje, ze zien eruit als een blok tekst. Maar er gebeurt iets merkwaardigs in, waardoor het toch net iets anders is dan een verhaaltje. Oké, nou ik ben benieuwd. Dit is er eentje. Het heeft haar majesteit de koningin behaagd, Basje Buitenhuis, te benoemen tot ridder in de orde van de blokkendoos, wegens zijn verdiensten voor de andere kinderen van groep 2 van openbare basisschool Het Bokkenpootje te Breda. Waarom vind jij het leuk? Ja, gewoon ridder in de orde van de blokkendoos. Ja. Mooi. Ja, absoluut. Nou, nee, maar dat zou ik ook wel gewoon toegeboord willen hebben als kind. En nu misschien ook nog wel, ja. Dat is ook wel aardig, want je hebt zelf gezegd, literair en populair kunnen prima samengaan. En dat is met dit boek gelukt. Heb ik dat gezegd? Dat heb jij gezegd. Oh, nou, ik ben het er in zekere zin wel mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat populair dan ook meteen betekent dat je er heel veel exemplaren van verkoopt. Nee. Je hebt meer dan 30 boeken al geschreven. Meer dan 50 zelfs. Oh, meer dan 50 zelfs. Ja. Je bent een kinderboekenschrijver, zou je denken. Maar je hebt dan nu eindelijk mogen we het dan een grote mensenboek noemen? Nou, het is een boek voor volwassenen. Ja, ja? Absoluut. Maar wel met een vrij controversieel thema. Ja, het is autobiografisch? Het is gebaseerd op autobiografische gegevens. Het is gebaseerd op mijn herinneringen. Alleen, ik herinner mij niet alles meer. Tijdens het rondbrengen van het brood kom jij bij een huis waar een nieuwe meneer woont die jou uitnodigt om met de treintjes te komen spelen en met de Lego. Ja. En dat evolueert in meerdere bezoeken, waarbij er uiteindelijk, ja, amoureus mag ik niet noemen, maar in ieder geval handelingen gebeuren. Seksuele handelingen, ja, die zeker. Die wij wellicht tegenwoordig allemaal laakbaar vinden. Dat is altijd wel gevonden, alleen er zijn tijden geweest dat men er begripvoller tegenaan wensen te kijken. Ja. En dat is nu niet het geval. Ja, maar dat is ook een van de redenen waarom ik het boek wel wilde schrijven nu. Omdat het eigenlijk nu zo is dat als je hoort dat iemand pedofiel is, dan wordt hij al meteen zwart gemaakt, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik vind dat een beetje onredelijk. Er zijn natuurlijk heel veel pedoseksuelen die hele verkeerde handelingen verrichten. En er zijn ook pedofielen die niet in orde zijn. Maar er zijn er ook een hele hoop die wel die gevoelens hebben, maar er nooit iets mee doen, omdat ze zichzelf dat niet toestaan. Ja. En het is nou een beetje overdreven om die mensen ook naar de rand van de samenleving te willen dringen. Maar jouw meneer, was dat een aardige meneer? Hij was ontzettend aardig. Hij omringde mij met aandacht. En dat vond ik heel erg fijn. Alleen, hij ging erin op een gegeven moment te ver. Alleen niet zo ver dat ik daardoor een rancune heb gekregen. Of dat ik daardoor wraakgevoelens heb. Of dat ik per se naar de politie wou. Ik had ook helemaal niet zo erg in de gaten dat het een pedofiel was. Bedoel je dat het wel fijn was? Nee, het was niet fijn, maar ik genoot van de aandacht. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Ik ben natuurlijk gewaarschuwd door mijn moeder voor kinderlokkers. En ik heb in hem nooit een kinderlokker herkend. Ik dacht, een kinderlokker, dat is een man in een regenjas die komt met snoepjes en die springt uit de bosjes. Nou, dat was in dit geval helemaal niet het geval. Dus ik heb het eigenlijk niet zo gemerkt. Pas achteraf
heb ik me gerealiseerd, hé, wacht eens eventjes, hier was iets niet in orde. Heb je het geromantiseerd? Een heel klein beetje wel, denk ik. Ja, maar in je hoofd bedoel ik, hè? Oh, in mijn hoofd? Ja. In mijn hoofd denk ik van wel, omdat nadat het... Ik heb er zelf een einde aan gemaakt toen ik vond dat het te ver ging. En toen heb ik het een aantal jaren wel gemist. En heb gedacht, nou, zoiets maak ik dus nooit meer mee. Omdat ik ben dus niet aangerand, of in ieder geval niet... Ik ben niet... Niet verkracht in ieder geval. Misschien wel aangerand, maar niet zodanig als wat mensen in hun hoofd hebben als je denkt aan een aanranding. Het was onschuldiger dan je misschien denkt als een volwassene een andere volwassene aanrandt. God, wat maak ik het nou toch ingewikkeld? Nou ja, je snapt dat de huidige controverse met de vereniging of de stichting, wat is het, Martijn? Ja, ja, ja. En onze schrijver Anton Doutzenberg, die nu in het nieuws is omdat hij de vereniging steunt. Het is weer even allemaal actueel. Ja. Dat er mensen zullen zijn die zeggen, die Ted is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Ja, ik wou er wat over zeggen, want en vragen. Ik kom natuurlijk uit een andere periode met naaktcampings, et cetera, et cetera. Ik was er niet zo'n voorstander van, maar in ieder geval, dat werd toch de seksuele bevrijding genoemd, ja, om het zomaar eens uit te drukken. En in die periode kon er heel veel. Daarom vind ik het ook wel moedig om in deze tijdgeest, met foto's, met verspreiding van porno, met smerige dingen rondomheen, waardoor dat hele beeld heel negatief is geworden, dat die balans gewoon ongelooflijk doorgeslagen is. Ik heb prachtige films gezien van vriendschappen tussen iets oudere jongens, beginnende mannen, met jongere kinderen. Dat kan op dit moment helemaal niet meer. Dat is helemaal weg. Dat is een heksenjacht. Dus ik vind dat de balans, en ik denk dat jij dat ook vindt, de balans gewoon helemaal... Die balans is er niet, maar los daarvan, als ze zegt tegen mij, ik ben een slachtoffer, dan zeg ik, nee, ik ben het niet. En als ze zeggen, je bent het niet, dan zeg ik dat ik het wel ben, omdat dat aan mij is om te beoordelen. Het is ook aan mij om te beoordelen of ik bijvoorbeeld naar de politie had moeten gaan. Dat, ja, is mij wel verweten, van je had naar de politie moeten gaan. En dan vraag ik, ja, op welk moment had ik dat dan eigenlijk moeten doen? Had ik dat moeten doen toen ik 11 was en het eigenlijk niet in de gaten had wat me was overkomen? Had ik dat moeten doen toen ik 15 was, toen ik het mijn moeder vertelde? En mijn moeder wilde ook naar de politie, maar ik dacht, ja, maar dat wil ik niet. Want dan komt de politie te weten dat ik tot op zekere hoogte heb meegewerkt aan mijn eigen aanranding. En dan ga ik ook de gevangenis in. Of ze zetten me in een weeshuis. Of ik moet naar een gesticht. Dus dat wilde ik niet. Pas op mijn 19e had ik ongeveer in de gaten dat het waarschijnlijk een pedofiel was geweest. Had ik het toen moeten doen. Maar op grond waarvan? Ik had het gevoel dat ik niet zodanig beschadigd was dat ik wraak wilde hebben. Of dat ik rancune had. Edzo, ik vind jou stil. Ga je het lezen? Ja, ik ga het wel lezen. Ja. Ik ben wel, ja, waarom? Nou, omdat ik wel denk is dat iedereen recht heeft op zijn eigen emotie. Hij verbloemt niks, hij spreekt geen oordeel uit. En dat vind ik ook knap, hè? Is dat je dus gewoon het lef hebt om niet te oordelen, maar iedereen wel heel snel oordeelt. Kun jij begrijpen dat Ted niet veroordeelt? Nee, ja, dat snap ik heel goed. Ik vind ook wat u net zei, ik vind het heel mooi verteld. Ik vind dat hij er heel erg goed mee omgaat in een tijd, en dat werd net ook gezegd, waarin heel veel, dat we een soort massahysterie hebben over alles, hoor. Als André Hazes doodgaat, dan gaan we met z'n allen naar de Kuip huilen. Ja, ja. En als er, en, nou, er zijn er pedofielen in het nieuws, en dan gaan we, en dan vinden we allemaal, weet je wel. En ik vind dat vind ik heel erg verwerpelijk. Het is ook heel moedig. Want één ding waar we het in het voorgesprek heel even over hadden, dat was dat het bijeffect van die hysterie ondertussen is dat bijvoorbeeld mannen uit het onderwijs vertrekken. Omdat, ja, ze met, ja, kinderen te maken hebben. Dat ze niet meer bij verenigingsleven zitten, et cetera. Dus die, waar het bij om gaat, is eigenlijk de balans. Hè? Ja. Zo kwamen we tot die conclusie. De balans is gewoon weg. Ja. Wil je Ted van Lieshout zelf spreken voor? Dan kan dat tijdens de komende Boekenweek. Maandag 12 maart is hij in de bibliotheek in Den Bosch. En vrijdag 16 maart bij Selectis in Eindhoven. Het is goed dat jij dat onthouden hebt. Ja, ja, ik weet dat jij het niet onthouden hebt. Tot slot, allemaal, nog een prikkelende stelling voor jullie. Edzo, hoe gek de mensen hun uitvaart ook willen, wij leveren het als snuiven de nabestaanden met z'n allen de as van oma op. De klant is koning. De klant is koning. Echter, onze eigen mensen moeten erachter kunnen staan. Helder. Anneke, rock'n'roll ben ik al lang niet meer. Ik ben intussen gewoon een gezellige huisvrouw met een goed betaalde hobby. Ja, dat is zo. Klinkt niet heel rock'n'roll, maar een kopje warme melk in naar bed, hoor, dadelijk. Kijk, goed. Theo, al die energie- en duurzaamheidsdoelstellingen zijn vooral symboolpolitiek. Je weet van tevoren toch al dat we ze niet gaan halen.
Nou, daar zit wel wat in, ja. Ja? Helaas. Oh, oké, okay, heel goed. Ted, voor mijn eerste roman voor volwassenen heb ik bewust een lekker controversieel thema gekozen. Dat verkoopt tenminste lekker. Ja en nee. Hoppakee. Nou, helder. Volgende week een nieuwe Kamer van Brabant. En dan zitten hier onder andere aan tafel Henk Krol en Tanja Jess. Heeft u tips of opmerkingen? Mail dan naar kamervanbrabant@omroepbrabant.nl. Houdoe! Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.